Goedemorgen iedereen, dit is vanuit Zuid-Afrika. Zoals je ziet zijn we net wakker. Jazeker. Dus we zien er nog slaperig uit. We hebben wel even gecontroleerd dat er niet nog wat tussen bij de oogjes zat, weet je wel. We gaan ons nu klaarmaken en dan hebben we meten en wegen en dan gaan we lekker naar het ontbijt. Jazeker. En het wordt een mooie dag denk ik. Ja, het ziet er zonnig uit als je het een beetje kan zien. Oh, stil en scherp. Ja. Yeah. Dit is ons uitzicht, niet heel mooi, maar zoals je ziet, lekker mooie blauwe lucht. Dus lekker trainingsdag. Jazeker, we gaan ervoor. Doei, doei. Nou, Jacques, wat gaan we nu doen? We gaan trainen. Hebben we er zin in? Ja, wel. Lekker weertje vandaag volgens mij. Volgens mij is het wel echt 30 graden, is best warm. We hebben net bespreking gehad, tactisch. Dus we weten wat we moeten doen en dan gaan we doen. Hopen we wel, hè. Gaan Nes, wil jij nog wat zeggen? We gaan ervoor. We gaan ervoor. Oké. Okay. Het is vandaag We gaan trainen. We gaan nu trainen. We hebben op de gym ergens vandaag. We gaan nog naar een township. Spelen met kindjes. Ik val gewoon helemaal in mijn gezicht. En we drinken nu slush puppy, zodat ons lichaam even koel wordt voor de training. Heet. Zo. Echt niet normaal, je voeten branden echt weg, echt zeer gewoon. Maar het was wel leuk. Ja, het was wel leuk, ja. We hebben grote partijen gedaan. Ja, en het veld was fantastisch. Prima. Ja, het veld was beter dan gisteren, dat is ook fijn. Ja. Maar ja, het blijft gewoon warm, zwaar, droog veld. Dus de omstandigheden blijven gewoon lastig, maar het was wel lekker. Ja. Daarnaast hebben we wel gewoon prima gedaan. Ja, dus ik vond het wel leuk. Ja. Ervaring, toch? Dan kijk, zoals je kan zien. Echt niet normaal. Zoals we kunnen zien, zijn we flink levend verbrand. Blijf in de camera kijken. Make contact met de heat. Nou, dit was het eerste deel van de dag. En voor het tweede deel neemt Do het over. Dus ik hoop dat ze wat leuks van maakt. En ja, wat gaan we doen? We gaan een school bezoeken. Dus ja, ze neemt je mee. Oké, nou we hebben dus deze coole pet gekregen van de KNVB. Echt vet cool. Volgens mij een zakje gewoon. Nou, we gaan dus naar deze school toe. En we hebben een stukje geschiedenis net gehoord over Kaapstad en Zuid-Afrika algemeen. En ja, ik heb heel erg veel zin. Vind jij? Kan heel veel. Ik vind het wel bijzonder. Hoe zeg maar je allemaal heel bijzonder geschiedenis. Ja, dus dat gaan we nog missen. Het is cool, hè? Okay, paparazzi. So we want to all the Dutch fans, right? Yeah. And we're gonna support us. Yeah. South Africa. Woo! High five. Yay! 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 Yay!
Well done. Oké, nou, dus tijd voor een snack. Wat hebben we voor een snack? We hebben heerlijke wraps met gerookte kip, avocado en lekker sladeren. Dat is lekker gezond. Oh, yummy. Heel veel vers fruit. Oeh. Ook gezond. Lekker ook met het weer. Drink yoghurt, dus lekker koel. En nou, en vanavond hebben we nog een verrassing. Dus, De keuze is reuze. De keuze is reuze, toch? Yummy! Zo, dat kwam er heel vloeiend uit ook wel. Heeft hij vaker gedaan, gok ik. Wie? Jij. Oké, nou, we hebben een hele drukke dag achter de rug. Maar we're steeds determined to go to the gym. De echte fit girls gaan naar de gym. Onderweg naar de gym en het is bijna 7 uur en het is nog steeds heerlijk weer. T-shirtje, korte broek. Stay hydrated. Stay hydrated. Woep woep. See you later. De zon heeft me dus echt goed verkleurd vandaag. Het was een hele drukke en hoe zeg je dat? Ja, het was dus een drukke en indrukwekkende dag. De school was echt heel leuk met die kinderen. Maar uiteindelijk besef je ook alweer hoe bevoorrecht wij zijn. Dus ja, dat is wel iets wat ik weer meeneem. Verder wel gewoon een leuke dag gehad. Goed getraind. En morgen is er weer een nieuwe dag. En voordat je het weet gaan we weer een wedstrijd spelen. Dus ik kijk er heel erg naar uit. En ik hoop dat jullie een leuke tijd hebben gehad om naar deze vlog te kijken. En ik hoop jullie allemaal snel weer een keer te zien. Doei!